Welkom bij product update nummer 19 van Dynamite Magic Shop. Een heleboel nieuwe producten staan op onze website. Uiteraard hebben we die allemaal op voorraad. En ik ga dan ook graag beginnen met het eerste item. Een klein doosje. Met daarin een envelopje. In het envelopje zit een kaartje. Met de voorspelling laat ik je nog even niet helemaal zien. Dan is de verrassing een beetje weg. Plaatsen we in het doosje. Dekseltje erop. Okay. Wat is de bedoeling? De bedoeling is het volgende. Wij gaan namelijk een kleur kiezen. Normaal gesproken zou je een toeschouwer nu kunnen vragen. Noem een getal. Noem een naam. Noem een stad. Whatever. Bij gebrek aan toeschouwers. Doe ik het even zo. Gooi wat ballen in de schaal. Mix we even door elkaar. Zo, ik zal het even niet spieken. Zo. Gooi het even lekker door elkaar. Rommel, de rommel, de rommel, de rommel, de rommel. Zo. Pak er hier eentje. De blauw in dit geval. Nou, stel voor als toeschouwer noemt de kleur blauw of noemt een getal. Dan zeg je, oké, ik kon dit niet weten. Toch? De toeschouwer, nee. Want, in dit doosje wat ik net heb laten zien, zit het envelopje namelijk. Laat ik even zien, zit het envelopje in. Kijk, geen valspelerij. Kijk. En het mooie is dat ik onmogelijk kan weten welke kleur jij zou kiezen, toch? Ja, oké. Okay. Dan halen we het kaartje uit de envelop. En daarop staat een kleur. Kom even naar de camera toe, kun je het zien. De kleur blauw. Nou, dit is even een heel simpel voorbeeld van de Freedom Writer. Zo heet het. De Freedom Writer. De Freedom Writer is een nieuw systeem. Freedom Writer van Paul Harris en Mark Allen. Het is gebaseerd op de Swami Writers. Er zijn heel veel Swami Writers op de markt. Ik ga je niet verklappen wat het verder is. Maar dan moet je altijd iets wegpakken, iets tevoorschijn halen, iets droppen, wat dan ook. Je hebt altijd iets aan je handen, laat ik het zo zeggen. Bij de Freedom Writer heb je niks aan je handen. Het is allemaal, zo noemen ze het, self-contained. Oftewel, alles wat je nodig hebt zit eigenlijk hier. Geen extra's meer. Alles zit hier in het doosje. Ben je gebonden aan het doosje? Nee. Je kunt de gimmick, zoals wij het mooi noemen, ook op andere plekken toepassen. Andere plekken plaatsen. Je fantasie bepaalt die eigen mogelijkheden. Dus je kunt ook gewoon een notitieblokje gebruiken waarop een voorspelling verschijnt. Je bent absoluut niet gebonden aan dit. Je ontvangt dit doosje, als je het leuk vindt om te gebruiken. Je ontvangt een hele hoop kaartjes. Kijk het doosje ook krijgt. Een hele hoop kaartjes. Je ontvangt allerlei enveloppen. Je ontvangt een bewaardoosje voor de gimmick. En de rest kan ik even niet laten zien. Dat is allemaal topgeheim. Dit is dus de Freedom Writer. Freedom Writer kost met video-instructie, staat een link in je doosje, €75. Echt een aanrader als je mentalist bent en dit vaker gebruikt, zo'n systeem. Dus dat is de Freedom Writer. Dan hebben we een DVD. Wayne Goodman's Prism Stack. Wat is Wayne Goodman's Prism Stack? Nou, je hebt misschien wel eens gehoord van een stacked deck. Oftewel een kaartspel waarvan je de volgorde weet uit je hoofd. Nou, het is vaak heel ingewikkeld. Je moet vaak alle kaarten uit je hoofd leren. Er zijn verschillende systemen voor. Dit systeem is eenvoudig. Is gebaseerd op de getallen. En met behulp van deze DVD weet je eigenlijk elke positie van het deck. Dat wil zeggen, als iemand het getal 3 noemt, weet jij welke kaart daar ligt. Nou, door een ingenieuze toevoeging hoef je maar de helft van de namen te weten. En kun je toch een heel spel gebruiken, zeg maar. Dus dit is een systeem waarin je eigenlijk na 5 minuten, zeg maar, al een compleet kaartspel van buiten kunt. Moet ik er verder iets over vertellen? Nee. Als je dus weinig tijd wil steken in een stack deck, dus om een kaartspel uit je hoofd te leren, is dit hem. Prism Stack kost volgens mij €39,50. Ja, DVD'tje. Gebruik je eigen kaartspel, willekeurig kaartspel. That's it. Oké, ook een mooi nieuw kaartspel. We krijgen regelmatig nieuwe kaartspellen. Ik behandel ze niet vaak in de video's. Maar er werd mij gevraagd, wanneer laat je weer eens kaartspellen zien? Nou, ik laat deze even zien. Dit is het
Contraband deck. Heel mooi. Mooi doosje overigens. Doet hem zo. Mooi doosje ook. En de kaart ook. Ik zal even die kant op komen. Is maar mooi om te laten zien. Dat is wel duidelijker. Je hebt mooie rugzijde. Zie. En de beeldzijde. Laat je ook even zien. Dit zijn twee jokers. En voor de rest heb je allemaal niet heel afwijkende kaarten. Het is wat hoekiger allemaal. Die Contraband deck. Extra dubbelbekker. En reclamekaart. Contraband deck kost €10,95. €10,95 en uiteraard te bestellen via de webshop. Bijzonder van deze is dat ook het doosje aan de binnenkant helemaal bedrukt is met een mooi patroon. Het wordt steeds gekker wat dat betreft, maar ook steeds mooier. Contraband deck. Ja. Wat is een van de meest verkopende items sinds dat de winkel open is? 16 jaar geleden, 17 jaar geleden. Loops. Wat is er nu? Loops. De ultimate versie. De ultimate loop, zeg maar. Ja. Ik ga je niet laten zien wat het is. Gewoon omdat ik mensen niet wil laten zien hoe het werkt als je het nog niet weet. Loops zijn een van de meest gebruikte dingen om voorwerpen te laten bewegen. Voorwerpen te laten zweven. Stel voor, je laat vorken op tafel gewoon bewegen. Je laat vorken draaien op, bovenop een fles. Je laat bankbiljetten zweven. Je laat een zonnebril van iemand op zijn eigen hand kantelen. Allemaal dat soort dingen kan met loops. Nou, wat is het verschil met deze loops en de oude of normale loops? Deze zijn dunner en deze zijn sterker. Nou, wat wil je nog meer? Loops die dunner zijn en sterker dan de normale. En voor de prijs hoef je het niet te laten. €11,95 voor 5 stuks. Tevens zitten ze in dit handig mapje. Het handige mapje zorgt ervoor dat je heel makkelijk kunt toegang hebben tot je loops. Stevig ook om bij je te dragen. Dus ja, je hebt het filmpje hier langs al zien draaien wat hij allemaal doet. Loops, Ultimate Version, moet je absoluut bezitten. Dan duik ik eventjes hier beneden, want ik zie hier iets moois liggen. Even wat pakken, dat ligt hier heel mooi verstopt namelijk. Maar we willen het wel even goed laten zien. Even een kleine voorbereiding treffen. Zo. Normaal hoef je niet voor te bereiden. Is dit klaar? Wat hebben we hier? De Perfect Jewelry Prediction. Dit is een klein doosje. Laat het zien. En daarin zitten een zestal. Wij noemen het even diamanten. Uiteraard niet echt. Nou, wat gebeurt er? Iemand mag een kleur eruit halen. Ik pak er willekeurig in, omdat het truc nieuw is. Ik weet niet waar wat zit, dus ik doe even dit. Kom er eens uit. Hier, ja. Ik heb geen idee wat kleur ik heb, maak het deksel zelfs dicht. Zo, doosje zet ik even neer. Oh, ik heb de kleur rood. Nou, onder in dit kastje zit een laadje. Zie. Ik zal het laadje helemaal uithalen, je kunt het heel moeilijk zien. Maar in het laadje ligt een papiertje. Zie. Papiertje maken we even open. Nou, gaan we even lopen. En op het papiertje staat namelijk, kun je zelf verder bepalen. Je kiest rood. Nou, dus je voorspelt altijd welke kleur diamant de toeschouwer gaat kiezen. Is dit moeilijk? Nee, totaal niet. Het is zelfwerkend, volledig zelfwerkend. Reset is ongeveer 10 seconden. Het is mooi gemaakt. Ja, je ontvangt het kant en klaar. Je hoeft alleen even een voorspelling te maken in je eigen taal. En de rest werkt vanzelf. Jewelry Prediction Box kost €125. Dan een van de topsellers. Ik laat het filmpje even hierboven draaien. Bij gebrek aan een flesje hier. Ik heb vanmorgen even alles afgezocht. En even geen tijd om naar de winkel te gaan. Maar dat is de Phone & Bottle. De Phone & Bottle is
echt niet normaal hoeveel dat we daarvan verkopen. Je hebt het wel gezien bij Dynamo en bij andere goochelaars. Ze lenen een telefoon, ze lenen een fles. Bam, en de telefoon zit in de fles. Nou, bij Dynamo doet het met een glazen fles. Helaas, dat hebben we niet. We hebben met een plastic fles. Dus stel je voor, je vraagt iemand zijn flesje leeg te drinken als hij nog niet leeg is. Je leent het flesje. Je vraagt iemand de telefoon. Je leent de telefoon. Brengt beide bij elkaar. In elkaar. Laat het zien, zit er echt in. Je kan hem ronddraaien als je wil. Zit helemaal in de fles. Vervolgens pak je een schaar. Prikt er een gat in. Knipt hem open. En geeft de telefoon uit handen. Ja, de fles mag ook gecheckt worden. Je ontvangt een speciale gimmick. Uiteraard, we werken altijd met gimmicks. Waarmee het effect gemakkelijk te vertonen is. Belangrijk is wel, de gimmick is niet gemaakt op kinderhanden. Dat betekent dat als je heel jong bent, laten we zeggen als je onder de 12 bent, misschien onder de 16 zelfs, dat je mogelijk dit niet kunt vertonen omdat het niet voor jouw handen geschikt is. Wij raden dit dus aan vanaf een jaar of 16. Meer kan ik niet over klappen. Nou, wat krijg je dus? Je krijgt de gimmick en je krijgt een link naar een online video waarin ik je duidelijk uitleg hoe je deze truc moet vertonen of mag vertonen. Phone in bottle, €9,50. Vandaar waarschijnlijk ook dat je heel goed verkoopt. Een prikje voor een geweldige truc. Ja, dit is ook grappig. Het is natuurlijk een heel oud ding. Maar we hebben het nu net weer nieuw. Stel voor, je hebt een dame gehad die je heeft geholpen tijdens je act. Of je wil zo iemand een roosje geven. Als bedankje, je geeft het roosje aan de toeschouwers. En op het moment dat je hem geeft, ja, gebeurt dit. Nou ja, het is gewoon een gag, een lachen dingetje. Heel grappig. Dit is de Wilting Rose. En de Wilting Rose, die kost €17,95. Oké, forget about the Wilting Rose. De Wilting Rose. Ik heb hier nog iets voor stop liggen. Oh, wacht. Laten we eerst even dit doen. Dat is misschien ook wel leuk, inderdaad. Even kijken of dat zo kan. Een beker. En een dobbelsteen. Ik ga het uit laten vallen. Nou, je kunt die dobbelsteen kun je in je zak steken. Zo. Maar, nu is de vraag. Waar zit die dobbelsteen? Zit die dobbelsteen in mijn zak of zit die onder de beker? Dat is een raadsel. Waar denk je? En inderdaad, hij zit onder. Helemaal niet erg, hij zit onder de beker. Als je het zelf nog een keer haalt, pak je de dobbelsteen. Stop je in je zak. Zo. De vraag is nu, waar zit de dobbelsteen? In mijn zak of onder de beker? Oké, je hebt gelijk. Hij zit inderdaad weer onder de beker. Dat is helemaal niet erg op zich. We doen het één keer. We zetten de beker hier neer. De dobbelsteen gaat in mijn zak. Zo. Waar zit de dobbelsteen? In mijn zak of onder de beker? Eén hint, hij zit niet onder de beker. Ja, dan moet hij in mijn zak zitten. Nee joh, hij zit toch onder de beker, zie je. Maar het grappige is, heel veel mensen denken dat ik veel meer gebruik dan één dobbelsteen. Ik weet niet waarom mensen dat denken. Want het is natuurlijk niet waar. Oh, je denkt ook dat het zo is. Nou, vooruit dan. Ik gebruik inderdaad meer dan één dobbelsteen. Want behalve deze kleine dobbelsteen gebruik ik nog één hele grote dobbelsteen. Dit is de Dice Chop Cup. Ontvang je ook compleet met gebruiksaanwijzing. En alle dobbelstenen voor de prijs van €15. Dice Chop Cup. Oké. Okay. Dan één boek. Een magisch boek wel te verstaan. Maak hem even netjes open. Zo. Dat is nog nieuw. Zo. Je kunt er gewoon in bladeren als je wil. Gewoon in bladeren. Maar het is eigenlijk een heel magisch boek. Dat houdt in. Als je van spectaculaire dingen houdt. Is het wel magisch. Want het is eigenlijk een. Een vuurboek. Maar let op. Als je hem dicht maakt. En je wil dat. Dan gebeurt het volgende. Dan gebeurt het volgende. Dan krijg je namelijk een heleboel. Precies. Een heleboel bloemen. Er zijn er echt een heleboel. Het Fire and Flowers boek. Nou, het was even een snelle demo. Niet geoefend, maar even voor het idee. Twee opties. Of je koopt het vuurboek voor €45. Met een geheime laadruimte waarin je eventueel doeken, sponsballen, briefjes, bloemen, wat dan ook kunt verstoppen.
maar je ontvangt enkel een vuurboek. Dan betaal je 45 euro. Optie 2. Je koopt een vuurboek met de bloemencombi. Het heet Fire and Flowers. Fire Book with Flowers of zoiets. Nou, maakt niet uit. Check je website. En betaal je 89 euro. En dan krijg je echt een hele stapel. Ik heb ze niet geteld. Maar een heleboel van deze bloemen krijg je erbij. Alles wat je hier ziet liggen. Die bloemen liggen nu niet handig. Dus ik ga ze even heel voorzichtig. Het zijn hele lichte bloemen. Opzij schuiven. Zo, heel voorzichtig. Zo. Van gemaakt door Tora Magic. Goed gemaakt. Dezelfde kwaliteit eigenlijk als het vuurboek wat we jaren geleden verkochten. Alleen is even deze de optie om ook nog voorwerpen te produceren. Het boek werkt op aanstekerbenzine. Oftewel zogenaamde zippervloeistof. Tenminste, dat gebruiken wij. Dat is eigenlijk het beste. Doe je van tevoren een beetje op. En dan ben je klaar om die truc te laten zien. Ja, ik zie hier nog iets moois liggen. Een doek. Wauw. Eén doek. Nou, dit doek leggen we even neer. Een zwaar hulpmiddeltje. We hebben namelijk even een soort van schildersezeltje. Dat kunnen we zien, zie ik op het beeld. En één schilderijlijst. Nou, de schilderijlijst. Daar overheen zou je een doek kunnen leggen als je wil. Zo, netjes overheen. Hier ook. Mooi. Die zetten we hier neer op het frame. Zo. Tadaa. Dan nemen wij een kaartspel. Het kaartspel is volledig geschud. Achterkant ook. Het zal nog een beetje extra schudden. Niet spectaculair, maar het gaat om het idee. Zo. Oké. Stel voor je laat iemand een kaart kiezen. Dus je laat iemand een kaart kiezen ergens. Dat is voor het idee. Ik pak hier even eentje. Ruit 5. Ruiter 5 gaat terug in het spel. Op de een of andere manier dat je zelf wil, mag je zelf kiezen hoe je dat verder gaat doen. Zo. Je kunt die kaart vervolgens laten verdwijnen uit het spel. Of je doet bijvoorbeeld dit, kan ook. Zoiets. Ik zal er in beeld komen. En als je dan de doek optilt, blijkt dat er één kaart in de lijst zit. Hij zit er echt in. Ik zal het zien door de spiegeling van het glas ook, dat hij echt erin zit. Zie je? En het was de ruiten 5. Nou, sandframe heet het. Het sandframe kun je in principe voorwerpen of foto's inplaatsen. Tot deze grootte zal het zijn. Denk een 11 bij 16, 17 centimeter. Kan hierin. Dus een aanzichtkaart kan erin, een foto kan erin. Een jumbo kaart kan erin. Twee pokerkaarten kunnen erin. En verwisselen kan heel eenvoudig als je dat wil. Want je kunt gewoon via de achterkant een dingetje openmaken. Om de kaarten weer uit te halen bijvoorbeeld. Zie. Dat is even niet logisch trouwens. Maar het gaat om het idee. Sandframe kost 35 euro. Gebruik je eigen kaartspel. Bedenk je eigen routines. Uiteraard zit er wel gebruiksaanwijzing bij. Doek zit er ook niet bij. Dus als je het wil afdekken, heb je er ook nodig. Sandframe. Dan nog een soort van huishoudelijke mededeling. Want zoals je weet, 3 oktober, Dynamite Day hier in Velden. Inschrijvingen gaan best goed. Mogen niet klagen. Kan beter, maar het gaat precies de goede kant op. Wat wil ik jou even zeggen daarover? Nou, tot 1 juli bedraagt de entree voor een combikaart 39 euro. Vanaf 1 juli, dus vanaf 1 juli, tot 1 september of 1 oktober. Moet ik even checken. Is de inschrijving 45 euro. Dus als je de komende 2 weken nog reserveert, dan bespaar je nog 6 euro op een kaartje. Daarna gaan de prijzen omhoog. Vanaf 1 september of 1 oktober, check de site even, gaan de prijzen naar 49 euro. Dus dan scheelt het al 10 euro op een kaartje als je nu reserveert. Zorg dat je erbij bent. Dynamite Day 3 oktober hier in Velden. Voor alle info check www.dynamite.nl. Dan, niet onbelangrijk. De lezing van Morgan Strappler. 21 september, op maandag, komt Morgan Strappler ons hier een lezing verzorgen. Nou, ik weet niet of je Morgan Strappler kent van zijn dvd's. Hij heeft prachtige dvd's uitgegeven. Onder andere de dvd Touched, de dvd Ice Cold. En ook allemaal bestekbuigen, nog allerlei dingetjes. Hele praktische, gave dingen.
Het is niet voor niks dat hij ook veel wordt gevraagd als consultant en om met specials mee te helpen, om gave dingen te bedenken. Als je dus houdt van het buigen van bestek, of dat wil leren, van het cold reading, dus gedachten lezen van de mensen. Als jij wil leren hoe je psychokinetic touches toepast. Oftewel, je hebt twee toeschouwers, je tikt één toeschouwer op de schouder en de andere die voelt het. Als je dat wil leren, zorg dat je erbij bent. Een dag eerder, 20 september, zondag, staat nog niet op onze site, is bijna rond. Ik wil eerst alle info hebben voordat ik dat plaats. Hebben wij een workshop of een masterclass met Pieter Turner. Serieus, Pieter Turner. Heel cool dus. En Morgan en Swepler samen. Nou, from dawn till dusk, zeggen ze tegen mij. Oftewel, dat wordt een workshop van, ja, zeg 10 uur 's ochtends morgens tot 6, 7 uur 's avonds. All in, dus met lunch erbij, hier in de winkel. Een beperkt aantal deelnemers. Prijzen zijn ook nog niet bekend, maar dat gaat er allemaal aankomen. Nou, als je dus dat wil leren en dan zeer uitgebreid wil leren, dan moet je daar echt bij zijn. Meer info komt, je kan nog niet inschrijven nu. Maar meer info volgt op de pagina lezingen. En dan kun je ook uiteraard dan reserveren om erbij te zijn. Was ik iets vergeten? Nee, ik was volgens mij niets vergeten. Nee, volgens mij niet. Nou, dat is ook sneu. Een roos zonder roos. Maar dat maakt niet uit, als je dit doet, hebben wij ook een roos. Mocht je interesse hebben, instant roos. Ook op de website. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer bij Product Update nummer 20. Doei!